beste mensen, ik wil u namens de Centrale Cliëntenraad een terugblik geven van het jaar 2021. Het was een turbulent jaar waar het een en ander nogal gebeurde, zowel binnen SGL als ook op de natuur betreft. Het wateroverlast van Zuid tot Noord-Limburg langs de Maas. Vele van de cliënten, maar ook in de particuliere sfeer of in de privésfeer, zijn dus getroffen door deze watersnood. De gevolgen zijn tot op de dag van vandaag nog zichtbaar en merkbaar. Ook corona heeft in 2021 SGL getroffen. Hierdoor heeft SGL zijn flexibiliteit zoveel als mogelijk aangepast en heeft zij hierop ingespeeld. Ook de medewerkers als cliënten hebben dit gemerkt en zijn hier goed mee omgegaan. Verder wil ik u nog vertellen dat wij namens de Centrale Cliëntenraad goed op de hoogte worden gehouden van de informatie die er bestaat waaruit wij het beleid kunnen adviseren in positief of negatieve zin. Kortom, wij worden dus bijgehouden en geïnformeerd door de bestuurster. De gelijkwaardigheid en de eigen regie speelt ook een grote rol. Hij dient voor de goede sfeer en de goede samenwerkingen te handhaven tussen medewerkers en cliënten. Daarom, beste mensen, wens u de Centrale Cliëntenraad van SGL fijne feestdagen en een goed en voorspoedig 2022 toe.